Hoi, ik ben Jordi van Voice en in deze video ga ik je laten zien hoe je een voicemail kunt aanmaken en kunt aanpassen. Wat is een voicemail? Een voicemail is een audioboodschap gevolgd door een pieptoon. Daarna kan de beller een audiobericht inspreken. Bij Voice wordt het ingesproken audiobericht en informatie, zoals het nummer van de beller, het gebelde nummer en datum-tijdstip, verzonden naar één of meerdere opgegeven e-mailadressen. Je kan zelfs een e-mail ontvangen met informatie als de bel je voicemail heeft bereikt, maar niet heeft ingesproken. Wat kan je verder verwachten in deze video? Het aanmaken en het aanpassen van een voicemail-module. Het plaatsen van een voicemail-module in een belplan wordt niet behandeld in deze video. Dit wordt behandeld in andere video's. Om een voicemailmodule aan te maken begin je bij Beheer en klik je op Voicemail. Je klikt vervolgens rechtsboven op Toevoegen om een nieuwe voicemail toe te voegen. Vul een naam in voor de voicemail, bijvoorbeeld Gesloten. En vul een beschrijving in van de voicemail, bijvoorbeeld Gesloten tijdens de feestdagen. Bij e-mailadressen geef je het e-mailadres op waarop je de voicemail wilt ontvangen. Wil je nu meerdere e-mailadressen opgeven, scheid deze dan met een komma. Een welkomstbericht is het audiobericht die de bellen te horen krijgt als ze de voicemail bereiken. Stel je deze in op standaard, dan wordt er een standaardbericht afgespeeld. De inhoud van dit standaardbericht klinkt als volgt: Op dit moment zijn al onze medewerkers telefonisch niet bereikbaar. Laat een bericht achter na de toon. En wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Deze boodschap kun je selecteren in verschillende smaken en talen. Druk op het afspeelknopje om de melding af te luisteren. Als volgende optie kun je nog aangeven of je ook een e-mail wilt ontvangen als de beller de voicemail wel heeft bereikt, maar niet heeft ingesproken. Naast nou, standaard zijn er nog twee andere keuzes. Bijvoorbeeld geen. Je hoort geen welkomstbericht, maar alleen een pieptoon waarna je de boodschap kan inspreken. Zo hebben we ook nog de optie Aangepast. En bij Aangepast kun je zelf een audiobestand selecteren uit de lijst met geluiden of een nieuw geluidsbestand toevoegen. Selecteer je Voeg geluidsbestand toe. Dan zie je onderin je scherm extra opties verschijnen. Met deze extra opties kun je een geluidsbestand uploaden vanaf je computer. Je kunt er ook voor kiezen om een nieuw geluid op te nemen. Als je deze selecteert, kan het zijn dat je browser vraagt om toestemming om je microfoon te mogen gebruiken. Nadat je deze hebt toegestaan, kan je weer onderaan naar de opties toe gaan om een geluid op te nemen. Nadat je klikt op start opnemen, kun je gelijk je audioboodschap opnemen. Ben je klaar, dan klik je op stop opnemen. Je kunt je welkomstbericht ook afluisteren via de afspeelknop. Ben je bij het afluisteren van je opname nog niet tevreden, klik dan opnieuw op start opnemen. Dit kun je net zo vaak doen totdat je tevreden bent over je melding. Ben je klaar en dan klik je op opslaan onderaan de pagina om de voicemail op te slaan. Wil je een bestaande voicemail wijzigen? Ga dan weer naar Beheer en Voicemail en klik op de titel van de voicemail. Wijzig de data die je wilt. En na het wijzigen kun je onderaan weer klikken op Opslaan en je voicemail is opgeslagen. Bedankt voor het kijken. Heb je na het bekijken van deze video toch nog vragen? Kijk dat op onze helppagina's of neem contact met ons op.